hebben, er zijn ontwikkelingen binnen de sector, de toerisme sector. En we hebben met de sector vanaf vorig jaar afgesproken dat we tenminste 1 keer in het kwartaal bij elkaar komen. Om te praten over zaken die aangaande gewoon toerisme. En we hadden vandaag zeker de toerismewet willen ze weten. Hoe staat het daarmee, de conceptwet toerisme en dan ook nog de autoriteit. En verder ook andere aandachtspunten, zoals de operationele zaken, uitdagingen waarmee ze te kampen hebben. Maar ook beleidsvraagstukken betreffende omgaan met dieren, maar ook milieu. Hoe gaan we daarmee om? Dus ja, en vragen die betrekking hebben op natuurlijk toekomstgerichte vragen van waar gaan we naartoe. En wij hebben dus met name daarop toegespitst. En vanuit de sector ook vernemen wat zijn edangrading, kotakinso. Dus wat zijn de aandachtspunten. En we hebben een vruchtbare sessie achter de rug. Wat nodig is binnen de sector is zeker de betrokkenheid met de sector. Want vanuit de overheid moeten wij beleid maken of strategisch beleid formuleren. Maar dat kan je niet zonder de private sector. Vandaar dat we vandaag in deze setting waren. Natuurlijk hoor ik ook dat niet iedereen erbij was. Maar in de komende sessies zullen we zeker andere actoren ook uitnodigen. Zodat ze ook weten, geïnformeerd zijn wat binnen het toerisme, het strategisch beleid dat waarmee we bezig zijn. Waar, welke richting we op gaan, dat ze ook de informatie meekrijgen. Maar ook gedeeld met de sector, de samenwerking die we zijn aangegaan met CI. Maar ook de kleine orde, met name in Para, een pilotproject waarbij ze middels een zachte lening weer kunnen opknappen en weer kunnen voldoen aan de randvoorwaarden om eigenlijk de activiteiten weer op gang te brengen. Dus dat zijn zaken die we de afgelopen periode hebben gedaan. En samen met de initiatiefnemers, de vaste commissie van DNA, toerisme, TCT, hebben we de afgelopen maanden alle wetten bij elkaar moeten rapen. Maar ook gaan kijken wat is nog van deze tijd om dan een goed concept van te gaan maken. En verder ook de autoriteit die in leven geroepen moet worden. Dat wij die ook meenemen in het geheel. Dus ja, dat zijn zaken die we zeker te delen hadden met de sector. Zodat ze ook weten dat er progress is. Want wil je, we hebben nu haast geen vaste standaarden binnen de toerisme sector. En dat is een aangelegenheid of een van de zaken die de autoriteit moet gaan waarborgen, zodat wij toerisme op een goede structurele manier verder kunnen gaan ontwikkelen. Dat we weten dat er een standaarden zijn, processen, procedures binnen deze industrie. En er zit heel veel potentie in, omdat het heeft een duurzaam karakter. Los daarvan zijn er ontwikkelingen die op ons afkomen en hoe kan toerisme daarop aansluiten. En wat is dan het verdiencapaciteit van zeg maar, toerisme binnen het geheel? We moeten toerisme gaan ontwikkelen dat het zodanig gaat bijdragen aan onze BBP. En dat moet gaan groeien en groeien. Want uiteindelijk zien we wat er in de wereld gebeurt. Resources, natural resources worden allemaal uitgebuit of uit. En wat zie je? Klimaatverandering als gevolg daarvan. Hoe gaan we daarmee om op een andere manier? Terwijl toerisme, wanneer we toerisme op een duurzame manier gaan aanpakken, dat we ook weten van hey, we doen het niet voor nu, we doen het ook voor generaties na ons. En die vragen, die opmerkingen zijn ook gesteld door de sector vandaag. En ik ben erg blij met kritische kanttekeningen die ook gemaakt zijn, omdat die ons ook scherp houden. En zeker bij het formuleren van het beleid, dat wij die ook die zaken kunnen meenemen in het geheel. Dus ja, dat is het doel geweest. En dat is de touch ook met de sector weer gemaakt. Maar dan weten we ook dat wanneer de wet in behandeling genomen zal worden, dat weten ze vanaf nu ook,
dat die betrokkenheid er is. En we zullen zeker ook gedurende die periode feedback van ze krijgen. En dan moeten we dat allemaal ook verder gaan aanpakken. En daarmee in de discussies, die gaan verwerken in die discussies. U sprak ook over ontsluiten van het luchtruim. Hoe was u van plan dat aan te pakken? Nou, we zijn al geruime tijd bezig vanaf ons aantreden door nieuwe luchtvaartovereenkomsten te tekenen met andere landen. De Open Sky, zodat de verbinding die gemaakt moet worden met het, buitenland, dat we niet alleen toegespitst zijn op Nederland en Amerika, met name Miami, maar dat we ook andere, de ontsluiting richting andere landen. Want met de ontwikkelingen die er nu zijn, treffelen mensen vanuit verschillende delen van de wereld richting Amsterdam Paramaribo, richting Miami Paramaribo, terwijl er veel kortere routes zijn. En daar is waar wij nu op strategisch beleid aan het formuleren zijn en kijken van oké, welke route moeten we nu gaan trekken. De Zuid-Zuidlijn heb ik benoemd, toch, richting Midden-Oosten, richting Afrika. En ook bekend tekeningen gemaakt, de comments die ik reeds heb gehad, ja maar waarom Afrika, wat heb je daar te zoeken? Nee, dat heeft ook te maken met dat je vliegtuig daar een tussenstop kan maken om te fuelen. En als je aan een markt aan het ontwikkelen bent, dat je daarop kan inspelen. U zei, SLM is onderdeel van de luchtvaart en niet omgekeerd. Wat bedoelt u precies daarmee? We hebben veelal, omdat ook heel veel kritiek is geweest op het beleid van... Ja, wat doet Suriname, wat doet het ministerie voor SLM? Ik snap die vraag, maar bij het ontwikkelen van de luchtvaartindustrie heb je dus... Je hebt een luchthavenbeheer, je hebt de CASA's als autoriteit, je hebt overige actoren, luchtvaartdienst. Een vliegmaatschappij is onderdeel daarvan, van het geheel. En niet dat slechts een vliegmaatschappij... zeg maar de dienst uitmaakt. Uiteindelijk is het beleid dat telt en alles wat daaronder hangt zijn dus de actoren. Dat probeerde ik duidelijk te maken. En u sloot af met deze statement: het is niet alleen de taak van het ministerie om te ontwikkelen, maar het is een gezamenlijke effort. De overheid, het is de taak van de overheid om te faciliteren. Kunt u dat even duidelijk maken zodat men u goed begrijpt? Veelal zegt men van, zoals het probleem van Suriname is vuil. Ik heb dat benadrukt middels een voorbeeld. Van, het heeft te maken met opvoeding, het heeft te maken met attitude, het heeft te maken met educatie. Het heeft niets met toerisme te maken in beginsel. Want wanneer je thuis bent, gooi je toch geen spullen in je huis. Zo hoort het niet. En wanneer je naar buiten gaat, waarom doe je dat dan wel? En dat is wat ik probeerde aan te geven van wanneer we dan praten in het groter geheel, dat het voor een gezamenlijke effort is. Neem jouw verantwoordelijkheid, de overheid zorgt ervoor dat er wet en regelgeving is. En ik heb ook benadrukt, waarom willen we gesweept worden? Waarom gaan we niet, keren we hem niet om? Dat wanneer mensen goed presteren, zich aan regels houden, dat we ze ook belonen. En daardoor krijg je een heel andere dimensie van met elkaar omgaan in plaats van ino dudissimo naki. Toch? Ik heb het ook gedemonstreerd met degene die pas zijn rijbewijs behaald heeft. Toch? Waarom kan je dat 2 weken terug braaf zitten achter het stuur en 2 weken daarna beland je in een goot? Het heeft te maken ook met jouw eigen verantwoordelijkheid. Toch? De overheid is faciliteren, die zorgt ervoor dat je les moet volgen, dat je rijbewijs krijgt, al die zaken. Nu moet je je keurig gedragen. Maar de overheid zit niet eenmaal 24 uur naast jou. Als individu heb je ook een verantwoordelijkheid.